Hoe komt het dat als je jezelf afgesloten hebt of helemaal teruggetrokken hebt, dat je omgeving dan bedreigender wordt, dat je omgeving er bedreigender uitziet? Dat heeft verschillende oorzaken. In de eerste plaats van het je helemaal afgesloten of teruggetrokken hebben, is vaak een gevolg van trauma, van iets wat te overweldigend is geweest voor jou. En dat kan ook al heel vroeg trauma zijn, heel vroeg in je ontwikkeling, waar je niet eens meer een herinnering, waar je niet eens een herinnering aan hebt kunnen vormen, een bewuste herinnering. Het kan te maken hebben met verwaarlozing, het kan te maken hebben met geweld, het kan te maken hebben met andere overweldigende dingen, maar ook overweldigende dingen later in je leven. En zoals ik in eerdere traumafilmpjes heb uitgelegd, is als de stress te hoog wordt, dan gaat het zenuwstelsel je beschermen door in de shutdown te gaan, door te bevriezen, door een soort cocon om je heen te maken, door in een collapse te gaan, een hulpeloosheid. En het sociale zenuwstelsel, dat zorgt voor verbinding met jezelf en met anderen, wordt uitgeschakeld om het te kunnen overleven. En wat er dan gebeurt is dat je, als je in zo'n bevroren, ineengestorte toestand bent, dat kan ook zijn depressie, dat is ook een vorm van shutdown, van het je terugtrekken, iets wat onbewust gaat, gebeurt. Als je daarin zit, dan voel je dus. Eigenlijk is alles teruggetrokken in jezelf. Je hebt een soort verdedigingsreactie. En je weet vaak niet waarom. Je weet vaak niet waartegen je je verdedigt. En je amygdala, dus je alarmknop midden in je hersenen, die registreert wel gevaar, maar je weet niet waar het gevaar op gebaseerd is. En je bewuste hersenen willen daar wel een verklaring voor vinden. Dus die gaan het gevaar projecteren buiten jouzelf. Dus als iemand dan neutraal kijkt of iemand kijkt niet lachend, dan interpreteer je dat bijvoorbeeld als dat die persoon bedreigend voor je is. Het kan zelfs zijn dat je iemand die wel vriendelijk naar je kijkt als bedreigend ervaart, omdat juist degene die jou in het verleden misbruikte, vriendelijk keek en dan kwam met het misbruik. Dus je projecteert het gevaar op jouw omgeving. En ook een andere reden is dat als jij in zo'n teruggetrokken, verkrampte houding bent, een bevroren houding of een ineengestorte houding of de hele passieve houding van de depressie, dan voel je dat je niet beschikbaar hebt om te kunnen bewegen, om met je spieren te antwoorden op dingen die zich aandienen. En dat geeft ook een gevoel van dat alles wat er om je heen gebeurt zomaar op jou af kan komen, zonder dat je je kunt verweren. En dat maakt de omgeving bedreigend. Dat ken je misschien zelf wel van als je bijvoorbeeld ooit je arm of je been gebroken hebt, dat als je dan op straat loopt, dat je je veel kwetsbaarder voelt, dat de omgeving bedreigender is, omdat je weet dat als er gevaar op je af zou kunnen komen of een auto die te hard rijdt als je oversteekt, dat je je niet kunt verweren door heel snel weg te gaan, omdat je met zo'n gebroken lichaamsdeel zit. En ook als je in zo'n
bevroren toestand bent of in eigenlijk de collaps van de depressie of in de bevriezing of in de hulpeloosheid, dan weet je eigenlijk zelf niet wat jij wil, van hoe jij wil handelen of wat jij zou willen. En anderen om je heen, die doen wel van alles. En daar word je dan heel vaak, daar voel je je dan heel vaak aan uitgeleverd. Dat iemand dan zegt van, zullen we dit of dat gaan doen? En dat je dan denkt, oké, ik ga maar mee, want ik weet zelf niet wat ik zelf wil. En dat geeft dan ook vaak het gevoel om van een soort willoos slachtoffer te zijn van wat er gebeurt in jouw omgeving, om daar bijna tegen je wil in meegetrokken te worden. En het meetrekken gebeurt dan toch omdat je dan door een ander te volgen tenminste nog een zekere richting voelt, ook al is die van de ander. Ik herken dat laatste heel erg uit de depressies die ik in het verleden heb gehad. Dat ik gewoon in paniek kon raken omdat ik zelf geen plan meer kon maken. Ik was niet verbonden met mezelf, dus ook niet met mijn wil. Die kon ik helemaal niet voelen. En als dan mijn zussen voorstelden van zullen we dit of dat gaan doen, dan was ik heel blij als ik daarin mee kon gaan. Terwijl ik me tegelijkertijd heel afhankelijk voelde van hen. En wat je misschien ook kent in dat als je heel teruggetrokken of verkrampt bent, dat de omgeving dan op je af lijkt te komen. Dat is, ik herken dat zelf van als ik in een als er iets is gebeurd waardoor ik helemaal naar binnen sla en ik ga dan bijvoorbeeld naar de winkel, dan botst iedereen met zijn winkelkar tegen mij aan of loopt voor me door, lijkt me helemaal niet te zien, niet eens. En dat komt omdat als je jezelf teruggetrokken hebt, je ook je hele energieveld naar je toe getrokken hebt. Dus je hebt niet meer een soort aura om je heen, waardoor anderen voelen, daar ben jij. Ze voelen het pas als ze tegen je aanbotsen. En dat versterkt dan nog het gevoel van me nog verder in mezelf terugtrekken. En soms versterkt het ook mijn gevoel van woede, van waarom botst iedereen tegen me op? En die woede is eigenlijk dan de actieve energie die weer naar boven komt om iets te kunnen doen, om ook een grens te kunnen stellen naar buiten. Dus dan kom ik weer uit die collaps van in mezelf helemaal teruggetrokken zijn. En daarmee wil ik niet zeggen dat er ook niet een hele positieve manier is van je terugtrekken en zijn met jezelf. Dan is het geen terugtrekken vanuit een bevriezing of vanuit een collaps of vanuit een jezelf proberen te beschermen, maar is het een vrijwillig jezelf terugtrekken omdat je alleen wil zijn in je eigen ruimte, maar dat is een heel ander iets. Ik ben heel benieuwd naar jouw ervaringen hiermee en als je die wilt delen, ben je welkom om dat te doen in de reacties onder dit filmpje.